In 9 afleveringen gaan we in op informatiebeveiliging en privacy binnen het onderwijs. In deze aflevering datalekken. Privacybescherming en informatiebeveiliging zijn belangrijk. Soms gaat er wat mis en ontstaat er een datalek. Een datalek is een beveiligingsincident waarbij persoonsgegevens verloren gaan of in verkeerde handen vallen. Voorbeelden van datalekken zijn het mailen van persoonsgegevens naar een verkeerde geadresseerde, het verlies van een laptop of USB-stick, een gehackte computer of een uitgeprint leerlingdossier bij de printer laten liggen. Ga daarom bewust en zorgvuldig met persoonsgegevens om. Kom je een datalek tegen of veroorzaak je er per ongeluk zelf een, meld dit dan zo snel mogelijk op de afgesproken manier. Vervolgens moet de school het datalek melden bij de autoriteit persoonsgegevens, het liefst binnen 72 uur. Op datalekken staan soms hoge boetes. Dat is enorm zonde. Ga daarom veilig en verantwoord met persoonsgegevens om en zorg dat je kunt aantonen dat je dat doet. Meer weten? Kijk op kennisnet.nl voor meer informatie.